Dag lieve mensen, welkom op mijn YouTube-kanaal Angel Shaman Power. Mijn naam is Jacqueline. We gaan eens even kijken de energie, de weekenergie van 15 tot en met 22 september of tot 22 september, zo je wil. Angels, Gods en Goddesses. Van Tony Kam en Salerne is het eerste deck waar ik mee werk. Het tweede deck is van Kyle Gray, Gateway of Light Activation. Dan de Twin Flame Oracle van Liz Harrison. En dat kun je bestellen in Amerika. A Journey to Union Oracle van Liz Harrison. Zij en haar partner zijn in Union, op aardslag. Goed, we gaan eens even kijken. Wat mag jij verwachten voor de komende week? Dus we gaan eens eerst even de algemene energie doen. Want als jij jouw stukjes niet opschoont en niet in een neutraliteit komt van psyche versus intuïtie, dus in een hogere frequentie van bewustzijn, en zijn met hoofdletters, dan is een union tussen jou en je tweelingziel ook onmogelijk. Dus dat werkt niet. Dan gaat het uit elkaar. Dan trigger je elkaar te veel. Het kan ook zijn dat je met een karmische partner te maken hebt, hè? Een karmische verbinding, dat jij denkt dat het een tweelingzielverbinding is, en dat is het dan niet. Dat is heel vervelend. Maar kijk, als jullie elkaar heel veel pijn doen, dan moet je eens afvragen of dat überhaupt wel een tweelingzielverbinding is. Want in mijn optiek kan dat bijna niet. Maar goed, dat is, ik heb die ervaring namelijk helemaal niet. Goed. De eerste kaart. Angel of Families. The angels surround both you and your family at the moment. Dus je wordt op dit moment beschermd. Door de engelen van familie. Dat heeft te maken met de familie van jezelf. Je mag ook natuurlijk je innerlijk huwelijk. En wat bedoelen ze met innerlijk huwelijk? Innerlijk huwelijk is eigenlijk de verbinding tussen de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Die heeft iedereen in zichzelf. Die dien je eerst in jezelf op te schonen. Dan pas kan jouw tweelingziel op aardslag met jou in union komen. Ik las dat van de week of vanmiddag ergens, dat dat niet zo was. Nou, ik ervaar dat anders. Je zult dat eerst in jezelf moeten, want anders ben je nog afhankelijk. Die ander kan dat wel toevoegen. Natuurlijk ben je één ziel, hè? Is dat wel zo. Maar jouw eigen stukje in jouw lijf zit ook mannelijke en vrouwelijke energie. En dat dien je eerst op te schonen en dan kan het groot geheel samenkomen. Althans, zo is dat in mijn gevoel, mijn belevingswereld. En als iemand dat anders ziet, dat mag, maar ik voel dat niet zo. Goed. Angel of Families, dat was deze. Dan hebben we de volgende. Goddess of the Unknown. A new chapter of your life is around the corner. Remove fear and embrace the unknown. Dus als je nou bang bent voor iets nieuws, dan is het taak om daar eens naar te kijken waarom je bang bent. Is het dat je bang bent dat je het gevoel hebt van, ja, wat gebeurt er dan? Hoe voel ik me dan? Kan ik dan wel mijn balans houden? Als je die nu niet hebt, zul je dit straks ook niet hebben. Want doordat jij bang bent, weet je ook dat je geen balans hebt. Als jij namelijk, dan hoef je niet bang te zijn voor iets. Dan is het gewoon neutraal en dan gaat het gewoon zoals het gaan moet. Het voelt voor mij dat je heel veel dingen inzichten gaat krijgen. Inzichten gaat krijgen waar je misschien nog niet over durft te praten. Misschien durf je die angst ook niet naar jezelf toe te herkennen en te erkennen. En dan krijg ik wel eens de vraag, ja, hoe doe je dat? Hoe los jij innerlijke stukken op van innerlijk kind? Als jij toch voelt dat er ergens een angststukje omhoog komt. Als je denkt aan de toekomst. Van, ja, hoe gaat dat dan? En kan ik me dan staande houden? Als daar al een twijfel over zit, dan mag je eens gaan kijken waar die twijfel vandaan komt. Want dan heeft een oorzaak. Anders hoef je geen twijfels te hebben. Als jij gewoon in je kracht staat, dan kun jij in het hier en nu zijn. En dan komt datgene wat van jou bestemd is, komt op je pad. En dat gaat dan ook stromen. En dan hoef je daar ook niet bang voor te zijn. Nou, er valt nou een heleboel eruit. God of the underworld. Something which no longer serves you is about to end. Dus alles wat jou niet meer dient, staat op het punt om te veranderen. En ik heb het gevoel dat je daar wel eens naar mag kijken. Maar dat je ook inzichten gaat krijgen van wat dat dan is, als je dat nu nog niet weet. Je gaat met een andere visie kijken. En je ziet hier het derde oog is verlicht, maar ook zijn ogen. Dus wat ik voel hierbij is dat je dus inzichten krijgt via jouw derde oog. Dus via hier, dat is je zesde chakra.
En dat je dan ook nog op aardsvlak de dingen herkent. Dus wat jij voelt van binnen, wat spirit jou aangeeft, zul je dus ook op aardsvlak kunnen herkennen. En dat is natuurlijk heel fijn, want dat is nodig. Dat is nodig om dingen op te schonen. En dan hebben we de kaart Angel of New Life. An exciting new chapter in your life is about to unfold. Dus er komt een nieuw hoofdstuk in jouw leven. Dat betekent als eerste dat jij uitstijgt boven jouw angsten. Dat je er bovenuit stijgt. Dat je je angsten hebt erkend. Dat je ze kunt opschonen. Dat je het energetisch kunt opschonen. Want het moet natuurlijk ook energetisch opgeschoond worden in jouw energiesysteem, in jouw energieveld. Als je dat in jouw energieveld niet opschoont, in jouw celgeheugen, als daar nog iets zit van angst, dan komt dat naar boven. En dat dient opgeschoond te worden. En dat dient bekeken te worden. Ik zie hier ook de maan. Dat voelt voor mij dat onbewuste stukken ook naar boven komen. En dan gaat dat opgeschoond worden. Angel of pleasure. Take pleasure in the things you do. Dus doe je dingen met plezier. Deze video's wat ik maak vind ik hartstikke leuk om te doen. Ik vind de healing sessies hartstikke leuk om te doen. Met mensen samen connecten. En ja, consulten. Dit is gewoon niet. Ik zie dat niet als werk. Ik zie dat als mijn ziel, sowieso als mijn zielsmissie. Maar ik zie dit ook. Dit is mijn passie. Ik vind dat mooi om mensen te zien groeien. Het zij via de Zoom of gewoon in mijn praktijk. Maar dat is gewoon fijn als je ziet dat mensen in hun kracht komen door ja, de stukjes op te schonen waar ze mee zitten. Angel of support, the universe has heard your silent call for help. Dus de hulpvraag heeft het universum gehoord. En dat is nog wel een stukje. Het is wel belangrijk dat je ook om hulp vraagt. En dat heeft te maken met jouw transformatieproces. Je ziet hier die engelenvleugels, maar het voelt meer als een vlinder. Dus een vlinder staan voor transformatie. Dus je krijgt hulp bij jouw transformatiestuk, wat nodig is ook. En je gaat dus dingen zien. Onbewuste patronen. Ik voel dat er bij velen, we gaan langzaam richting de onbewuste stukken die mensen mogen opschonen. Waar ze nog onbewust vastlopen in bepaalde processen, in bepaalde stukken. De psyche versus de intuïtie. Daar heb ik het vorige of afgelopen week al over gehad. Psyche versus, of deze week, ik weet het niet meer. Maar psyche versus intuïtie. En als je denkt van ja, dat is alleen maar gesproken woord, prima. Maar daar vind je dus ook je antwoorden in die je nodig hebt. Dat kan dus een antwoord zijn wat jij net nodig hebt om te horen. En als je het nu niet wil horen, kom je straks misschien eens een keer terug en luister het nog eens. En dan vind je dan het antwoord wat je eigenlijk naar gezocht hebt. Dus wat dat betreft zijn die ook heel belangrijk. Eigenlijk nog belangrijker dan die kaarten. Maar vele mensen vinden die kaarten dan leuk. Dus ik heb eigenlijk geen kaarten nodig. Ik doe dat omdat ik vind kaarten ook leuk. Dat is mijn passie. Mijn hele kast staat vol met kaartendeks. Dus ik weet niet of je dat kunt zien. Maar echt, weet ik het, 100 dozen of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Heb ik nooit geteld. Maar veel. Maar dat vind ik gewoon leuk. Ik vind die kaartensets vind ik leuk. En ja, mensen vinden dat blijkbaar toch. Hebben dan zoiets, houden zich vast aan kaarten. Ja, dat mag. Weet je dat. Maar het is ook belangrijk om je eigen intuïtie te laten spreken. Iedereen kan kaarten leggen, maar je moet wel je intuïtie laten spreken. Goed, de volgende kaart: Chamber of the Violet Flame, Karmic Release, Radical Transformation. Het heeft dus te maken met karmische stukken die opgeschoond worden. Een radicale transformatie. Dat is dus eigenlijk iets. Er gaat radicaal iets veranderen. Dat is wat net ook aangegeven werd. Het tempo wordt opgehoogd. Het tempo wordt sowieso opgehoogd nu in de komende maanden, de wintermaanden. Er gaan heel veel mensen, want er komt rondom ons weer heel veel zooi. En het donker tegen het licht, dat zie je in de buitenwereld. Ik hou me niet zo bezig, moet eerlijk zeggen dat ik me niet zo bezig hou met de buitenwereld, omdat ik daar geen behoefte aan heb. En wat er in de wereld gebeurt, hier en daar krijg ik wat mee, maar ik kijk geen tv. Het enige wat ik doe is films op Netflix kijken en dat was het dan, een haken. Dat is mijn hobby. Maar verder, nee, dat vind ik niks. Het is toch allemaal gelogen. De meeste dingen. Dus ja, waarom kijken? Chamber of the Violet Flame. Karmic release. Karmische stukken. Opschonen. Keer naar binnen. Je vindt het niet in de buitenwereld. Karmic board clearing. Energetic clearing. Rewrite your story. Live your truth. Dus
karmische stukken opschonen, je authenticiteit leven. In jouw authenticiteit gaan. Puur licht, pure liefde. Allesomvattende liefde. Jij bent licht. Ga jouw kristallijne lichaam. We krijgen nu veel downloads. De buitenaardsen die zijn ook meer en meer gelaten die zich zien en voelen. Dat merk ik zelf ook tijdens die sessies. Ik heb nu voor de tweede keer gewoon vanuit mezelf light language gesproken. En dat is dan bijzonder dat je voelt dat ze dichterbij komen. En light language is eigenlijk de taal van de ziel. Het is lichttaal. Taal vanuit het licht. En zoals Maria in augustus al aangaf, zal ik andere soort readingen geven. Ander soort healingen geven ook. Met een hogere frequentie, met een hogere energetische impact. En dat dingen sneller opgeschoond worden omdat mensen daaraan toe zijn. En dan mag ik dat doen. En ze zei van, jouw stem zal een stukje, ook de vibratie, de trillingsfrequentie van jouw stem zal veranderen. Nou ja, goed, dat heb ik dan gemerkt met dat light language. Ik moet zeggen, dat was heel bijzonder om mee te mogen maken. Dat je voelt van, hoe moet ik dat zeggen? Het voelde gewoon alsof mijn stem overgenomen werd. Heel bijzonder. Pleiadian Activation, ja, de Pleiade, die waren dat dus ook. Coming Together Harmony and the Heavens Resolution, er komt een oplossing. Dus alle oude patronen, oude stukken, onbewuste stukken, de komende weken, staat dat centraal voor heel veel mensen, dat nu eindelijk die oude karmische stukken opgeschoond mogen worden. En let erop, jouw psyche kan ook zorgen dat jij nog denkt dat je iets moet opschonen. Als jij dit al 10 keer bekeken hebt, dan kan het zijn dat jouw psyche, die wil natuurlijk niet hebben dat je groeit. Dan kan het dus zijn dat jouw psyche nog steeds aan jou trekt en het gevoel geeft van, hé, er moet nog iets opgeschoond worden, terwijl het helemaal niet zo is. Maar op energetisch level, op celniveau, dien je dit wel nog op te schonen. Dan zit daar ergens op celniveau nog iets waar het kan aanhaken. En dat is eigenlijk, in de energie is het opgeschoond, maar het lijkt alsof, ja, hoe moet dat zeggen? Het enige wat ze me nu aangeven is, zeg, je hebt, wat ze me laten zien is, je hebt het vuil in een zak gepakt. Die zak heb je dicht gedaan, die heb je aan de voordeur of aan de achterdeur gezet, met de bedoeling die in de grote grijze kliko te gooien. Maar dat gooien in die kliko heb je nog niet gedaan. Je hebt het wel al bij elkaar gezet, je hebt het al bewaard, je hebt het al opgeschoond, je hebt het een elastiekje eromheen, ik doe er altijd een elastiekje eromheen. Je hebt een elastiekje eromheen gedaan, het kan niet meer eruit. Of je moet het dak openmaken, maar jij maakt toch ook geen oud vuil, ga het ook niet nog eens in graaien. Dat gooi je in de kliko. En dat gooien in die kliko betekent eigenlijk uit jouw energie, uit jouw celniveau, zelfbewustzijn mag het weg. Dan mag het opgeschoond worden. En dat is eigenlijk, dat is wat er dus nu bij velen gebeurt. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan word je dus nu bewust van de onbewuste stukken waar je nog mee zit, waar je nog last van hebt. We gaan eens even kijken wat dat te betekenen heeft op tweelingzielvlak. Hè? Wat daar nog gebeurt. Kijk, dit is jouw innerlijk proces, dat mag opgeschoond worden. En dan krijg je ook een vooruitgang in jouw tweelingzielenproces. Heel simpel. En als jij sowieso met een tweelingziel samen bent, of met een tweelingvlam, het samen bent die ook een hogere frequentie heeft, een hogere energiefrequentie, dan kan die niet naar jou toe komen als dat bij je, en jij kunt daar niet zijn, als dat niet matcht met elkaar. Dan zul je wel je innerlijk werk mogen doen. 11-11, dat heb ik dus van de week gezien. 11-11 en 22-22. Oh ja, nu gaat het licht aan. Oké. Door zijn opening. Ja, het gaat gewoon, het licht gaat aan. Het licht gaat aan. Je ziet het dus nu gewoon gebeuren op de video. Het is bizar. En ik zit gewoon hier en ik heb mijn licht niet aan buiten. Dit is het donkere stukje wat opgeschoond moest worden. Power, warrior of love. Krijger van de liefde. Dat zijn wij. En die kracht, dat hartchakra open, volledig. And have faith in the connection, shine your light.
Laat jouw licht stralen. Ga stralen. Ga stralen als een vuurtoren. Blijf staan. Die ander vindt jou wel. Die weet waar die wezen moet. Maar ook hij mag zijn licht aandoen. Ik spreek even van hij is mij makkelijker. Hè? Maar als het voor jou een vrouw is. Nou ja, switch zelf even om. En die andere dingen wat er allemaal bij hoort. Dat weet ik ook niet. Maar dat maakt allemaal niet uit. Een mens is mens. En liefde is liefde. Klaar. Dan hebben we alles gezegd. Lijkt mij zo. Waarom makkelijk en moeilijk maken als het makkelijk kan? Compassie. Be gentle and be kind. Wees liefdevol. Kijk, iedereen doet zijn best en iedereen leert op zijn tempo. En iedereen heeft die informatie tot zijn of haar beschikking waar die iets mee kan. En als je andere informatie krijgt, als ik jou nu hier dingen vertel, want ik merk dat aan de mensen, dan vallen dan met mensen af. Ik vind dat niet erg, want die mensen die zullen denken van, daar komt ze weer. Prima, prikkel ik jou, trigger ik jou. En ben je nog niet klaar voor dat stuk wat ik vertel? Dan moet je gewoon video's kijken waar verder geen, ja, waar verder alleen maar kaartjes gelegd worden, geen uitleg komt, alleen maar dat is het, dat staat op het kaartje, dat kan iedereen voorlezen. En that's it. Mag, maakt mij niet uit. Als je verder wil groeien, ja, dan mag je me volgen. Volg je hart. Volg je hart. Volg je hart. Ga koffie drinken. En ga ook niet, wat ik ook doorkrijg, is ga ook niet constant denken van, wat moet ik nog opschonen? Waar ga ik eens vandaag naar kijken? Loslaten. Gewoon je ding doen. Als er iets komt wat je moet opschonen, dan zul je dat van spirit merken. Dan zul jij iets merken op aardvlak wat niet stroomt op dat moment. En dan pas kun je daar naar kijken. Maar niet gaan zoeken van wat moet ik nou opschomen. Ik doe gewoon mijn ding. Ik ga met vriendinnen wandelen. Ik ga met vriendinnen koffie drinken of een ijs eten. Wat dan ook. Of ze komen bij mij een kop koffie drinken. Bij mij is nu de zoete inval vaker. En dat ze naar mij toe komen vind ik helemaal niet erg. Vind ik gezellig. Dat hadden we vroeger in ons huis ook. Daar stond gewoon de achterdeur open. En dan, ja, opeens was er iemand in huis. Een vriend van mijn vader of van mijn moeder vrienden. Dat ging altijd gewoon vanzelf. En dan was er wel iemand thuis. Ik ben niet anders gewend. Dus, en mijn ouders vingen mensen op die het moeilijk hadden. Dus ben ik ook niet anders gewend. En ja, zo werkte dat bij ons. Maar dat is dus wat jij mag doen. Volg je hart. Ga niet zoeken wat je moet opschonen. Laat het gebeuren. Want dat is controle willen uitoefenen. En waarom wil je controle uitoefenen? Punt 1, misschien omdat je bang bent dat je het niet redt. Punt 2, dat je misschien bang bent van dan gaat het beter stromen, dan gaat het sneller stromen. Maar wat jij eigenlijk probeert te doen is controle houden op een systeem waar je geen controle over hebt. Laat het los en laat het stromen. Laat het gebeuren. Laat het gewoon gebeuren. Geef jezelf de ruimte. Geef die ander de ruimte. Nou, finding your freedom. De vrijheid van jou. Eigenlijk moet je, eigenlijk mag je de vrijheid vinden vanuit van jouw psyche. Je mag je bevrijden. Van jouw psyche. Bevrijden van jouw psyche, want die wil jou klein houden. Die wil niet hebben dat jij groeit. En dat is dus, als je je daarvan bevrijdt, dan gaan we naar het volgende stapje. A journey to union. Wat mag daar nog gezien worden? Als je je bevrijd hebt van dat stukje, dan weet je gewoon, ja, remember who you are. Weten wie je bent. Als je jezelf terug hebt gevonden en je eigen kracht hebt gevonden en je licht straalt en je gaat schijnen, dan houdt niemand jou meer tegen. En dan blijf je in die kracht staan en dan wankel jij niet. Er kan komen wat wil. En ja, eigenlijk, nu ik er zo over nadenk, ik was net ergens, daar kwam ik iemand tegen. En ja, ik heb die persoon niet gezien. Ik hoefde die persoon niet te zien. Was niet meer nodig. Ik had mijn stukje, ja, losgelaten. Ik denk, maakt me niet uit. En dat is klaar. Ask and it will be given. Vraag en je zult het krijgen. And you can move on from the struggle, but never your twin flame. Je kunt dus vanuit dat stukje, daar kun je dus vanuit de moeilijke stukken, wat je eigenlijk wil forceren, kun je dus echt opschonen. Maar je kunt niet, jouw tweelingziel is jouw tweelingziel. Kijk, wij zijn ook altijd verbonden, hij en ik. En daar komt gewoon niks tussen, niks, niemand. Dat is gewoon zo. En weet dat ook, ja? Don't take it personally. Dus als er iets nog niet stroomt tussen jullie,
weet dan dat het niet persoonlijk is. Dan is die ander ook met zijn stukjes bezig. Maar dan mag je misschien wel kijken van wat kan ik ervan leren. Dus komende week zul je eigenlijk, denk ik, getriggerd worden in bepaalde stukken. Sexual encounters en intimacy. Nou, dat kan dan gebeuren als je inderdaad in union komt. Dan is dat niet meer dan normaal dat dat gebeurt. Althans, dat lijkt mij. Hè? Not long now, dus het duurt niet meer lang. Het is dus echt niet meer lang. Your journey is in divine timing, dus divine timing is hier in play. En your twin flame is waking up. Dus het, wat ik hierbij voel is wel dat er voor veel tweelingzielen iets gaat stromen. De een komt al samen, de ander gaat nu ontwaken en gaat zijn laatste restanten opschonen. Dus het voelt voor mij dat als een wirwar. Maar voor velen is het ook nog een wirwar. Voor velen is er ook nog niets bekend wat er gaat stromen. Dus daar mag je, daar mag je naar kijken en dan zie je vanzelf wat er gaat stromen en wat er gaat gebeuren. Moet ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, dat kan, maar wat? Engelenkaarten, hoor ik, engelenkaarten. En welke, daar staan er een heleboel. Nou, messages from heaven heb ik hier. Deze. Dat zijn de kaarten, ook van Liz Harrison, Meet the Angels. Nou, we gaan eens even kijken welke engel jullie nu, wat je kunt roepen, aanroepen, om jou te ondersteunen. Twee vallen eruit. Als ik een Nathaniel. Nou, Nathaniel is de bulldozer. Als je die vraagt, dan weet dat dan echt alles opgeschoond wordt. Maar misschien ook stukken die je niet wenst. Dus let daarop. I'm removing blocks and obstacles. Dus net als het zwaard van aartsengel Michael, heeft hij een zwaard van vuur. Michael heeft een zwaard van licht. Althans, zo zie ik hem. Maar Nathaniel is, dus die heb ik in december gevraagd om iets op te schonen. En in januari was het zover. Dan roeien ze alles uit wat jou. Ik heb gevraagd dat ze alles uit mijn leven halen. Alles en iedereen uit mijn leven halen. Die mijn zielsmissie en mijn verbinding met mijn tweelingziel blokkeert. Weg, opschonen, uitroeien, eruit ermee. En het gebeurt. Het gebeurt gewoon. En sommigen komen weer terug. Maar er zijn ook waarvan ik zeker weet, dat is klaar. Deur dicht, blijf dicht. Sloes. Hoef ik niet meer. En dat weet ik dan ook. Hè. Kijk, dat kan één keer zo gebeuren dat je iemand nog eens toelaat. Maar mensen die verder van me afstaan, nee, dan is het gewoon afgelopen, uit, hoofdstuk dicht, boek dicht en weg. Aartsengel Ariel, I'm helping you with material world and finances. Dus materieel, 3D, krijg je hulp van haar. Met financiële stukken en met de materie. Dus in het aardse. Ja? Wat mag ik nog meer zien voor jullie? Dat heeft dus ook te maken met je gewone proces. En niet alleen met dat tweelingzielenstuk. En aardengel Azriel, dat is always a bigger picture. Dus dat is altijd een groter geheel. En dat is wat ik vaak zeg. Kijk eens de oorzaak-gevolg. Oorzaak-gevolg. Waarin stroomde het niet? En waarom bleef het hangen? Aartsengel Sandalphon, I've heard your prayers. Sandalphon werkt altijd met muziek, veel met muziek. Dus als je liedjes hoort, dan kan dat zijn dat dat een seintje is van hem. You are a natural healer, aartsengel Raphaël. Raphaël is eigenlijk, ik moet er vijf pakken. Raphaël is eigenlijk, die zie ik altijd in het groen, is ook met groen. Maar heeft ook een mantel van, zo heb ik het al vroeger vaker gedaan. Die vroeg ik aan Raphaël om me te helpen. En dan gebeurde dat ook. En dan voelde ik eigenlijk dat er een soort jas om me heen gezet werd. Of ik visualiseerde me dat. En in die jas stopte ik alle energie en alle verdriet. En weet ik het allemaal wat ik daarin gestopt heb. En dan visualiseerde ik dat ik die jas uitdeed en aan hem meegaf. Misschien helpt jullie dat ook. Zo kun je dat ook met andere dingen doen natuurlijk. Hè? I'm helping you to gain clarity. Dus dat je duidelijkheid krijgt. Aardengel Uriel, hoeveel hebben we er? 4.
Nog één. En ja, zo heb ik dat. Maar dan heb ik het over de beginperiode dat ik eigenlijk helemaal begon met dit soort werk. Of dit soort dingen, dat ik bewust werd. Toen heb ik dat zo gedaan met die mandels. Nu doe ik dat anders. Always and forever. Azengel Azriel. Weet dan dat je geholpen wordt altijd als je vraagt. Dus als je hulp nodig hebt bij dit stukje, dat je karmische koorden moet doorbreken. Of de verbinding moet verbreken met mensen die jou tot last zijn. Als in tot last zijn, als in dat jij daar last van hebt. Dan zou je dat dus kunnen vragen. Zou je hun om hulp kunnen vragen. En dan weet dan dat je geholpen wordt. Ja? Ik wens jullie een hele fijne week. Geniet ervan. Geniet van alles wat op je pad komt. Wees dankbaar. Want door dankbaar te zijn, kan het universum daarop reageren. En gaat het ook reageren. En dan ontvang je nog meer om dankbaar voor te zijn. Ik doe dat heel vaak. Dat ik dankbaar ben voor alles wat ik mag ontvangen. En of dat nu hulp is op welke manier dan ook. Maar dat vind ik wel. En ook dankbaar voor mensen. Dat je mensen tegenkomt die je willen helpen. Die je willen ondersteunen. Met bepaalde stukken. Dat je een gelijkwaardige frequentie krijgt van geven en nemen. Dat is zo mooi om te zien. En dat zal ook jouw tweelingzielenstuk makkelijker gaan. Wees ook dankbaar voor dat hij of zij in jouw leven is gekomen. Ik zie dat altijd als een cadeautje. Dat is mijn cadeautje van Spirit. Mijn cadeautje van Spirit is mijn tweelingziel. Van alle werk wat je hebt gedaan en alles wat. En dat, zo zie ik dat. En meer kan ik er niet aan toevoegen. Ik wens jullie een hele fijne dag en een hele fijne week. Namaste en wie weet spreken we elkaar eens ooit. En ik weet niet wat dat allemaal is, maar dat is mijn mail. Goed, vergeten uit te zetten, zoals gewoonlijk, maar goed, maakt niet uit. Hele fijne dag en heel veel succes. Oh ja, wat ik nog zeggen wil, is dat mijn aanbod van consulten is verminderd, maar gemakkelijker gemaakt. Ik heb 1 sessie voor telefonisch consult, 1 mogelijkheid voor een YouTube reading, 2 mogelijkheden voor een Zoom sessie, een 60 minuten of 90 minuten. En in de praktijk is dat dan ook gewoon 60 of 90 of 1 uur en een kwartier. Dat kan dan. Maar de rest heb ik allemaal uitgehaald. Ook die spirituele afstandshealing. Daar heb ik ook ervan afgehaald. Want vaker bestellen mensen zo'n afstandshealing en weten niet eens wat er overkomt. Dus weg daarmee. Je krijgt van mij, als je een consult bij mij boekt, krijg je sowieso al een healing. En dat is eigenlijk al belangrijk. En die sessies die ik op zondagmorgen doe, die blijven gewoon komen. Die staan nu op dit moment even niet in de agenda. Die staan even niet in de webshop, omdat ik nu vanmorgen eentje pas gegeven heb. Maar dat komt. En dat komt wanneer ik voel dat het nodig is. En er zullen dus 2 soorten sessies komen zoals ik vanmorgen gegeven heb. Voor mensen die nog heel vastzitten in hun stabiliteit. Nog heel vastzitten in hun psyche. En niet weten hoe moet ik dat opschonen. En pas beginnen met een bepaald stuk. Daar zal de komende maanden veel werk voor mij en voor andere readers ook weggelegd worden. Want er zullen heel veel mensen bewust worden. En die bewustwording moet ondersteund worden. Ze moeten daarin begeleid worden. Want ik heb het gevoel dat dadelijk zoveel zooi naar boven komt. Dat ze niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Oké, dan mogen ze dus naar mij of naar collega's. En er zijn ook mensen die zitten al in het stukje. Maar die weten even niet hoe ze hun energie op te schonen. Dus hun celgeheugen op te schonen. En daar zijn andere sessies voor. Goed. Dankjewel voor het kijken. Ik wens jullie nogmaals voor de komende week een fijne week. Dankjewel en namaste. Tot snel. Doei doei.